avontuur niet de avond waar we op gehoopt hadden? Nee, absoluut niet. Het is spijtig dat we zo zwaar verliezen, want ik denk dat de wedstrijd anders had kunnen zijn als we die penalty scoren, maar oké, dat is voetbal. Voor jou een invalbeurt, op dat moment nog voor alles te spelen, maar het ging heel snel en ja, elke counter was een doelpunt. Ja, het was misschien wel ideaal moment om in te vallen, maar zoals gezegd, was heel veel ruimte langs beide kanten en ze spelen het goed uit en dan krijgen we het tekst op de neus. Wel te veel, denk ik, 6 tegendoelpunten voor het beeld van de match, want het is niet dat we niet hebben meegespeeld. Ja, absoluut. Ik denk dat Kortrijk misschien 8 kansen heeft, dus we maken er 6. Ik denk dat wij ook zeker 5-6 kansen hebben met die penalty bij. Maar wij scoren ze niet en dat is het verschil. Voor jou die invalbeurt nogmaals. Belangrijk denk ik voor jou om minuten te maken. Ja, absoluut. Ik kom van heel ver en ben blij dat ik terug wat minuten heb kunnen maken. Dat is de enige manier om terug volledig op mijn niveau te komen. Dus ik mag niet klagen. Met wat voor gevoel moeten we naar de laatste 3 wedstrijden van de reguliere competitie? Ja, ik denk dat we die wedstrijden moeten aanpakken zoals we de rest van het seizoen hebben aangepakt. Wedstrijd per wedstrijd en zoveel mogelijk punten pakken. Want iedereen zegt wel dat we gered zijn, maar dat is absoluut nog niet het geval, denk ik. Dus ik denk dat we wedstrijd per wedstrijd moeten pakken en elke wedstrijd proberen te winnen. Succes ermee.